Je roert met de onderkant van je lepel? Ja. Koken met helden in de keuken. Heb je een beetje trek? 100%. Ik ga je leren hoe je de easy peasy vegan sushi bowl kan maken. Nou, dan gaan we beginnen. Yes. Zin in. Ik heb hier sushi rijst. En dat erin gooien. In de pan. Oeh. Oh. En dan kan je hem aanzetten. Blijft het ding aanstaan. Oh! Ik voeg meestal gewoon fruit en groenten toe. Wie snel kan snijden? Ja. Wat doe ik? Oh, de andere kant, sorry. Sorry. Pak hem. Pak hem. Yes! Ben je nou net zo snel met koken als met motorsmos? Als ik dan net zo snel ben, dan word ik elke wedstrijd laatste. Lijkt erop dat je heel handig bent in de keuken. Wanneer heb jij voor het laatst gekookt? In mijn vorig leven. Mag ik aan deze kant staan? Yes. Zo. Het lijkt wel een beetje op een dode vis of zo. Zo floppy. Alsjeblieft. Floppy. Alles is helemaal gesneden en het ziet er prachtig uit. Je roert met de onderkant van je lepel. Ja. De rijst is nu afgekoeld. En wat we nu moeten gaan toevoegen is de seasoning. Yes. Kan jij een beetje tegen pittig eten? Mm. Klein beetje. Oké, okay, klein beetje. Oh, te veel. Meer man dat ik bij jou ook wel in mag doen. Nou, gentlemen. Als het duurt, lenteuitjes. Zo. Om het af te maken kunnen we nog wat sesamzaad in doen. Ik ga op een hele spectaculaire manier. Oh jee. Gaan we dat hier even doen. Zo. Tot de oven kunnen gaan. Ja, één sesamzaadje. Terug in. Zo. We zijn nu klaar met de Easy Peasy Vegan Sushi Bowl. En je kan het natuurlijk ook nog serveren met je dressing die je zelf hebt gemaakt. Super. Helemaal 100%. Goed. Yes, goed gekeurd. Koken met helden in de keuken. Met helden in de keuken. Oh, het was wel heet mijn bak, hè?